Welcome. Bonjour. Vous parlez français? Non. You speak French? English. No. So I can, if you have your card, I can ask for you. Yeah. That's okay? Perfect. Alors le camping car suivant, c'est le 100 489 554. And your name? Groen. Groen. Okay. Okay, thank you. Have a good trip. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye guys. Nou, dat is toch weer aardig. Ja. Trouwens, dat is af te melden. Ja. Hij zegt hierin. Die auto gaat doorlopen. Goed bezig! Nou, aardig mevrouw, hè? Ja. Ik ben gelijk afgemeld. Ga linksaf naar Rue Roger en Albert en ga dan rechtsaf naar Avenue Louis-Kerlin. Ga rechtsaf naar Avenue Louis-Kerlin en dan ben je bij je bestemming. Een mooi plekje of niet? Ja, heel spannend. Het is nog ver van het stadje af hoor. Wil je hier gaan staan? Ja hoor, ik vind het prima. Zo, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn weer verhuisd. Een ander leuk dorpje. En daar gaan we nu naartoe wandelen. En we hebben het weer schitterend weer. De hele middag tot een uur of vijf volle zon. Zo'n 17, 18 graden. Nou, voortreffelijk gewoon. Het is vrijwel windstil. We treffen het. Wat moet je er weer van? Ja. Lekker kijken waar we uitkomen. Allemaal olijfbomen. En we lopen heerlijk in ons t-shirtje.
We wandelen nu het stadje in. En gaan op zoek naar de Spar. Die moet hier ergens zitten. We hebben de Spar gevonden. En het is 2:15 en hij is toch open ook. Eigenlijk verwacht je hier dat ze 2:30 open zijn. Dus even wat boodschapjes halen. Hoogstnoodzakelijke dingetjes. Maar morgen is alles weer dicht. En gaan we dadelijk weer verder kijken. We zijn bij de Spar geweest. Wat boodschapjes gaan af, want morgen is alles dicht, hè? Nieuwe dag. Dat zijn de burgemeester, hè? Daar komen we bij de kerk uit. Kijken of die open is. Het is een donkere kerk. Het is de buiten wel erg indrukwekkende elektriciteitsnetwerk. Het werkt allemaal, hè? En gewoon zo stekken, dan komt er stekken hier. Zullen wij de vezelichting?
We naderen de camperplaats. Er zijn weer wat campers bijgekomen vanmiddag. We staan hier aan een redelijk drukke weg. Hopelijk is het 's avonds een beetje stil. Op zich is het wel weer een leuke camperplaats. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan vandaag een wandeling maken van iets van 14 kilometer. Maar 900 meter heen en 900 meter terug. Maakt bij elkaar toch 16. In de bergen. We gaan zien wat het wordt. Dan kunnen we zeggen de allerbeste wensen voor 2022. Maar als jullie dit filmpje zien, is het onderhand februari. Maar het is goed bedoeld. Beste wensen kan je altijd doen. Ja, we lopen nu naar het dorpje toe. Nou, we kijken waar de wandeling gaat beginnen. Het is nu nog 10 graden, het wordt 15. Wind stil. Maar we zien vanaf de andere kant wel mist opkomen. Dus we wachten maar even af. In de verte de andere kant op, daar komen we dus vandaan, zie je heel de mist opkomen. Hopen dat wij er geen last van hebben, want dan wordt het weinig filmen namelijk. Verkeer op deze kruising op de Louis-Berriers. Nee, we gaan. Het trekt al aardig dicht. Jammer voor het uitzicht. Maar we gaan lekker verder. Hopelijk trekt het vanmiddag weer open. Het zal 15 graden worden vandaag dus. Daar doen we het voor, hè, voor het uitzicht. We zijn nu op het hoogste punt. Dus we gaan genieten van het uitzicht. Nou, gelukkig hebben we de borden nog. We kunnen nog een beetje kijken wat het is allemaal. Ik moet wel even vertalen. Er loopt hier ook een prachtige mountainbike route. Voor de Durvals. Die smalle kronkelpaadjes met keitjes. Maar je ziet echt helemaal niks. We gaan weer verder. Het zou hier normaal heel mooi zijn, maar we zien er weinig van.
De mist trekt een beetje weg. We zien voor ons een berg. Die zagen we er net niet. En zelfs een blauw luchtje erboven. Dat wordt toch weer een mooiere wandeling hoor. Ik voel het zonnetje op mijn hoofd. Het wordt weer leuker nou. We krijgen weer zicht. Kijken of we hier even kunnen zitten. Het is 1:30. Gaan we even een boterhammetje eten. Misschien dat we op dat muurtje kunnen zitten. Want helaas, bankjes zijn er niet. Nou, dit gaat wel lukken, Joke. We hebben ons plekje gevonden. We gaan hier even lekker een boterhammetje eten. En dan gaan we weer verder. Bonjour. Ja, is goed. Het is wel goed dat je erbij loopt, moet ik zeggen. Ja, bewaak de schaapjes maar, hè. Is helemaal goed. Bewaak ze maar, de schaapjes. Ja, is helemaal goed. Trek weer een beetje dicht. Zonnetje is ook weer weg. Maar het is wel heerlijk wandelweer. Nou, vinden we toch een mooie lunchplek. Tafeltje. Trappetje. Huisje. Boompje in de tuin. We worden mooi door de wijnvelden geleid door Komoot. Gaat weer perfect hoor. We zijn weer dik tevreden. En we worden niet gesponsord he, door Komoot. Het is gewoon een eigen mening. We worden er niet voor betaald. Paadjes worden steeds leuker. Ja. We worden niet door een bos hier. Ja, het zijn de wandelingen die je normaal zelf nooit zou maken hier. Van 15 kilometer.
Nu twijfel je nog wel eens van, zullen we dat paadje wel nemen? Maar ja, dan is het zo. Komoot zegt het. Daar komen we dus vandaan. En daar gaan we naartoe. We gaan gauw Joko achterna. Ik ga het niet doen, normaal zou je naar boven kunnen. Dan kan je van het uitzicht genieten. Maar het ziet er niet veilig uit erboven. Ik doe het maar niet. Ik kan wel een beetje kijken naar... naar binnen, dat kan wel, denk ik. Nou ja, het is helemaal niks te binnen. Nou, we lopen Murphy hoor. Le Breezy is weer binnen. Nou, dan naar de camperplaats en dan zijn we er. We hebben nu gelopen op Komoot 14,3. Maar we hebben nog een stuk naar de campplaats heen en terug. Dat komt er nog bij. We naderen de camperplaats weer en heb je hier nieuwe buren. We staan tussen allemaal Fransen hier. We komen vrijwel geen Nederlanders tegen. Alleen in Issoire, daar hadden we 3-4 Nederlanders bij ons. Voor is nergens. Ook onderweg zien we ze haast niet. Volgens mij zijn we een zat op pad, we liggen allemaal door naar Spanje. Maar dat doen wij niet. Oh, het is geworden trouwens. 16,7 kilometer hebben we gewandeld. Nou, een prachtige wandeling hoor. Sorry. Dit is het einde van deze vlog. Vonden jullie het filmpje nou leuk? Geef dan een duimpje. Abonneren is gratis, nog steeds, gelukkig wel. En... volg ons op Facebook. Ja, dat vermeld ik met een tekstje onder. En... bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.